Ja, ik ben hier bij het Huis van de Nederlandse Provincies in Brussel. En daar ben ik vandaag. Het is een spannende dag. Want de Europese Commissie maakt een ranking bekend van de meest competitieve regio's van Europa. En ik heb begrepen dat Utrecht goed scoort, maar dat ga ik vanmiddag horen. Ik ga nu hier naar binnen. Ja, het gaat eigenlijk om een ranking van 234 regio's uit die 27 Europese landen. En dan kijken ze naar het vestigingsklimaat. Hoe zit het met je infrastructuur? Hoe is het onderwijs, zowel het basisonderwijs als het beroepsonderwijs in orde? Maar ook zijn mensen bezig met leven lang ontwikkelen? Of hoe zit het met het intellectueel eigendom geregeld? Nou, de vorige keer waren we samen met Londen tweede achter Stockholm. Ja, nu doen er weer heel veel Europese regio's mee, dus ik ben echt benieuwd. Ik weet dat wij goed zijn in de opleiding van onze beroepsbevolking en in innovatie. Maar het blijft spannend natuurlijk. We zijn nu dus bij de zaal waar straks die uitreiking gaat plaatsvinden. Ik zie een hoop tolken die kunnen vertalen. Maar goed, ik ga het zelf in het Engels doen. Goeiedag. Hallo. Hoe is de extra van de Europese Commissie? Goeiedag, Robert Schijk. I'd like to start by welcoming all of you to this session to present the Regional Competitiveness Index 2.0. As a regional minister, I'm happy and grateful to find our ambitious region taking first place in the European Regional Competitiveness Index 2.0. This ranking is well deserved, if I may be so bold. Through hard work, we have managed to achieve a unique set of characteristics and enabling conditions that allow our citizens and businesses to thrive. And let me highlight a few. First and foremost, Utrecht is the beating heart of a healthy society. As a region, we are on a mission, a guiding mission. A guiding mission to make significant and lasting improvements to the health and well-being of our inhabitants. We imagine and work towards a world in which people live better and more fulfilling lives amidst an environment that incentivizes them to do so. Working alongside businesses, institutions and governments, we have got the skills, the resources and the tenacity to deliver upon this vision. Today I have the honor of representing the business side of our region. And looking at the list of formidable European regions, our region of 1.5 million people is very proud to stand among them. Well, congratulations. Thank and you. The presentation was extremely interesting. Thank you very much. Thank you. Thank you for Yeah, thank you. Yeah, oh, thank you. Right. It's always well done, an honor. Right? Well done. Well done. To do well. Ja, mooi nieuws. We staan hier nu voor de vlag, maar we hebben net dus gehoord dat we de eerste nummer 1 zijn. Ik vond het ook wel goed, want je hoorde echt, het is natuurlijk voor Europa gaat dit vooral ook omdat regio's met elkaar in gesprek gaan. Ja. Wat kan je leren van anderen? Het is, wij doen natuurlijk een beetje trots, want we zijn één. Ja. Maar het gaat ook gewoon over wat leer je van elkaar. En ook wat ik ook goed meenam, het gaat ook gewoon over een competitief Europa richting Azië en richting de Verenigde Staten. Daar blijven we meedoen. Ja. Dus onze uitnodiging hè, die we hebben gedaan om meer samen te werken. Die werd gehonoreerd. Die werd gehonoreerd en die werd ook gezegd van nou, dat is precies wat we zoeken. Ja. Dat regio's elkaar opzoeken en samen sterker worden. Nou, top. Maar voor nu, droog een feestje, ja. Gewoon nummer 1. Ja.